Yeah. Yeah. It's almost over now. Almost over now. Guess you ain't heard that we fall guys. It's too damn late to apologize. When you see the legend, when you see the legend. Mijn naam is Jan-Jaap van der Wal. Ik heet Jan-Jaap omdat ik een jongetje ben. Ja. Als ik een meisje was geweest, hadden mijn ouders mij Jolante Cabau van Kasbergen willen noemen. Ja, ik ben grappenmaker, hè? Hey! Ja, ik ben grappenmaker en ik wil de fietsenmaker zijn. Moet ik bellen heel veel mensen, hè? Ja, hallo, ja, hallo, ja, ja. Ik ben hartstikke enig van de stelling. Ja, inderdaad, ja. België moet gewoon afgeschaft worden, inderdaad, ja. Er komen alle belastingprofiteurs terug naar Nederland wonen en het is een stuk minder ver rijden in Frankrijk. Ik ben hartstikke enig van de stelling. Nou, dat is een gelul, hè. And there won't be snow in Africa this Christmas time. Want ja, normaal gesproken kan je skiën in Darfur, maar ja. Al die vluchtelingen hebben de sneeuw kapot getrokken. Nou. Het journaal voor lager opgeleide mensen, dan moet je alles uit gaan leggen, alles. Dan moet je die boing, nou dames en heren, u denkt misschien er is iets aan de hand hier, maar dat is een tune, die is ingespeeld. Die zijn hier niet, nu die muzikanten, dat is in de studio ergens anders gedaan. Ja, ja mijn hond, je moeder is hond, je vader is hond, je moeder is hond, je zus hond, je neef is hond, je nicht is hond, opa is hond, oma is hond, de meester is hond, woord van de meester hond, hond van de meester hond, crochet is heel eindelijk hond, mand en de scheid en de schepjes van de koekjes, weet je. Je bent Italiaan? Si. Si, ecco. Zorg ik tussen Italianen of zijn tutto, maar wij wij. E dove va, dat is een man. Si, si, bene, 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 tiramisu. Eet maar lekker door, mijn jong. Dan kan je laten boer worden. Ja, of kansen! Volgens mij was het Atje. Ja hoor. Enorme klap nog hoor. Of kansen! Maar dat is de droom. 20 jaar later wint Evert van Bentum 2 keer achter elkaar de Elfstedentocht. Maar de realiteit is voor de meerderheid. Eet maar lekker door, mijn jong. Dan kun je later boer worden. 30 jaar later woont boer Henk nog steeds bij zijn ouders. En iedere week kijken 4 miljoen mensen hoe boer Henk met de sociale vaardigheden van een omgevallen zundak een onmogelijke keuze probeert te maken tussen 3 gefrustreerde, dichtgegroeide wijven die via boer Henk nog iets van hun kansloze leven proberen te maken. Dat is de realiteit en die is voor de meerderheid.